Oh. Goedemorgen, dames en heren. Mijn naam is Edi. Voor degenen die nog niet zo vaak gekeken hebben, of eigenlijk voor het eerst kijken. En voor degenen die wel vaker kijken. Mijn naam is Edi. Hoi. Het is ochtend, zondagochtend. En het is rustig op straat. Het is een mooie ochtend. Het belooft een grijze dag te worden, maar tot op heden, het temperatuurtje is ook lekker. Het is, en dan moet ik natuurlijk op mijn dashboard kijken, dus dan moet ik heel even door de bocht zijn en zo. 14 graden, ja. Lekker door. Ik reed gisteren de andere kant op. En het bruggetje waar ik net overheen ben, daar hoorde ik op een gegeven moment iets achter me dat ik dacht, dat klopt niet helemaal. En ik hoorde ook een auto achter me toeteren. Maar ja, wat is dat nou? Wat verloor ik nou? Gebeurde er nou? Ik kan aan de kant en ik kan de onderkant kijken. Ik weet toch zeker dat ik wat gevoeld heb. Als ik om me heen kijk en doen en echt onder de motor kijken. En eigenlijk stond ik al op het punt om door te rijden. Keek ik ook even achterom. En daar miste ik op een gegeven moment wat. Had je met nul? Nou ja. Misschien wordt het tijd dat ik leer hoe je moet lassen. Want. Dat is niet helemaal gegaan zoals moest. Nee. Niet helemaal of helemaal niet. Ja. Dus dat. Mijn zwaarlampenpaal ligt eraf. Daar vind ik nog dat dit vrij lang heeft volgehouden. Daar gaat het niet om, maar hij ligt er echt af. Gelukkig hing hij nog aan de motor, want het ging niet overdreven hard. Maar ja, hij is er wel af. Dus ik heb hem losgehaald. Draadje losgekoppeld, stekkertje losgehaald en draadje van het frame afgehaald. En, die ligt nu in de garage te liggen eventjes. Dan moet ik namelijk een extra stukje eraf halen. Hij stond al in zijn wijf. En dan moet ik hem even opnieuw gaan lassen. En dan denk ik dat ik hem maar even een extra stukje staal opleg. Ik ben voor mijn doen en bij de late kant. Nou is het zondagochtend, dus het zal niet zo heel druk zijn op de weg, maar toch. Het irritante voor jullie kijkers is dat er weinig tot niks gebeurt in de filmpjes. Zeker als de weg zo leeg is, maar ik geen lege tank heb ofzo. Dat is de... Ja, hoe zeg je dat? Het is een beetje saai om naar te kijken en mij een beetje te zien blaren op die motor. En met zien blaren bedoel ik mijn gelul op de motor. Zo, goedemiddag. En we gaan weer naar huis. Het einde van de dienst en de dag is gewoon zo erg veranderd. Vanmorgen was het zonnetje en gewoon super relaxed weer. En inmiddels is de wind op komen zetten en het is echt winderig, niet normaal. Het is echt, goed, enorm. Ik heb vandaag zelf niet heel veel kunnen doen, maar het was wel enorm druk. Normaal gesproken rijden we van locatie naar locatie naar locatie. En in dit geval reed ik van locatie naar locatie naar één locatie. Zo. Best winderig. En reed ik van de laatste locatie en daar hebben we, daar heb ik zitten wachten op mijn collega die heel druk bezig is geweest. Dat was heel bijzonder. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En nou, wat doe ik dit werk?
7,5 jaar. Voor de mensen die niks kunnen zien en die alleen luisteren naar mijn stem. Ik sta hier te wachten op een rood stoplicht. Achter me komt een scootertje aangereden. Dit scootertje houdt zich niet helemaal aan de verkeersregels. Het haalt ons links in over de andere voorzitterstrook. Vind ik niet zo netjes. Ja, kijk, zo hard waait het dus. Och, jongens. Op dit punt heeft de scooter dus via het fietspad een tweetal auto's ingehaald om zo de drukte een beetje te omzeilen. Ja, ik snap best dat die jongens hun werk moeten doen, maar dit is echt gewoon minder sociaal gedrag, zeg maar. Ja, en wat heb je nou gewonnen? Dan sta je nog steeds hier zo. Ik kan echt merken dat het afgekoeld is. En op zich, als het niet heel veel verder afkoelt, vind ik het nog niet eens erg. Het is nu 14 graden. Vanmorgen werd het echt zo benauwd. Dat is echt niet grappig gewoon. Ik was aan het werk en ik stapte de auto uit. Dat zie ik niet vaak. Het leven in Nederland start weer op. De trams gaan weer rijden. En deze zie ik voor het eerst. Ja, vanmorgen dus was het echt gewoon vet benauwd. Echt niet grappig. Maar ja, dat is nu een heel stuk minder. Ik ben benieuwd hoe erg zeg maar de wind met ons speelt zometeen. Hoop. Best wel. Ik stond op mijn rechterstandbeen. Ik sta nu op twee benen. Nou ja, ik werd gewoon omvergeblazen. Ja, het waait best. Godzakker. Ik kan echt merken dat ik in de stad ben. Richting om die aangeven, mensen negeren dat het licht. Het is echt erg gewoon. Jongen. Mijn hemel. Ben ik dan echt zo burgerlijk of is de grote stad nou echt gewoon? Maar ja. Anders. Richting aangeven. Mensen, wat is dit toch? Serieus. Ik moet al die video's eens bewaren en dan gewoon korte stukjes maken met mensen die geen richting aangeven enzovoort. Ik bedoel, we vergeten allemaal wel eens wat. Ik heb een tijdje geleden gehad dat deze knop, ik hoop dat je hem kan zien nu, dat die een soort van vast zat. Dan klikte ik er wel op, maar er gebeurde er niks. Dat was een soort van vastgeplakt. Dus dan heb ik een WD-40 ingedaan en dat hielp. Dat hielp gelukkig. En daarmee heb ik hem weer losgemaakt. Dus ook ik ben niet perfect. Mijn motor had ook kuren, dus dat kan allemaal kuren zijn. Maar het valt zo op dat je op plekken waar het druk is met verkeer, dat mensen slordiger worden, nonchalanter worden met richting aangeven. Ja, hup, weer richting. Dit bedoel ik. Ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Wat is de moeite om even richting aan te geven? Ik zag het al aan het rijgedrag. Ik had het vermoeden al. Maar toch. Nogmaals, dames en heren. Ik ben echt niet roomser dan de paus. Ik ben echt niet beter. Ik ben echt in sommige dingen misschien net zo slecht. Alleen, ja, ik vraag me wel dingen af. En dat is het leuke dat je tegen jezelf kan lullen. dat ik hoor mezelf ook letterlijk terugpraten. En het grappige is dat jullie dit ook horen en ik jullie dit kan laten horen. Deze man die heeft mij net ingehaald, die had blijkbaar haast en die rijdt nu gewoon
nog geen 70. En waarom? Joost mag het weten. Vragen kan ik het er niet, heb ik ook geen zin in. Het voordeel van motor en file is dat je er doorheen kunt rijden. Dat is wat we hier even aan het doen zijn. Linksonder hebben we de extra camera erbij gezet, voor de achterkant. Ik besluit hier te wachten op het andere verkeer wat nu gewoon gaat rijden. Maar het loopt niet helemaal lekker. Ik kijk niet helemaal goed. Let maar op. Komt ie aan. Oh. What the fuck zeg hij? Terwijl ik zag dat de auto's aan het remmen waren, ben ik toch naar links gegaan. Dan moest ik bijna bekopen met een kopstaartje. Gelukkig kon ik even uitwijken. Nou, dat zeg ik. Ook ik kan me vergissen. Ik zag hem wel iets aankomen dat remmen, maar ik kan niet verwachten dat ze zo door zouden remmen. Poging 2. Nou, dames en heren, dit vind ik nou wel leuk. Mijn eigen fout. Ik ging er veel te kort achter. En ik zag vooraan dat we begonnen te remmen. Dat heb ik echt wel gezien. Maar ik denk, ja, dat valt best mee. En ik zie door die auto eruit heen dat ze best redelijk doorremmen. En gelukkig had ik al naar rechts gekeken. Zo van, oké, komt er wat aan. Maar daar kwam dus niks aan. En daardoor komt hij ook meteen weer terug naar rechts. Dus, ook ik maak fouten. Wow. Holy shit. Volgens mij kom ik redelijk op de kop, want anders zou ik volgens mij niet zo comfortabel rijden. Ah, Ralf. Watje, niet eens met de motor. Jezus, wat een kneus.